Ja, voor en achter, Joris. Voor en achter geen licht, dan ben je in Krimpen aan den IJssel de pineut. Nou, je krijgt voor ons wel een lampje, maar we gaan wel een bekeuring uitschrijven voor automobilisten die klagen steen en been bij ons. Ik zie die kinderen haast niet. Die rijden met donkere kleding, zonder licht. Mijn ruiten zijn soms beslagen, het regent en dat is gewoon gevaarlijk, heel gevaarlijk. 1/3 fietst zonder licht. En zeker jongeren hebben zoiets van, mij overkomt niets. Ook al stijgt het aantal ongelukken waarbij fietsers zijn betrokken. We hadden net ook in de controle een jongen die had gewoon zijn lampen niet aangezet. En hij zegt dan, joh, ja, hij werkt meneer. Ik zeg, waarom zet je ze niet aan? Ja, vergeten. Ja, dat maakt er dus ook wel mee. Ja, maar waarom zet je dat dan niet aan? Het trapt niet zwaar, het is gewoon batterijen. Het is niet meer donker toch? Waarschuwen helpt onvoldoende en daarom is het gelijk op de bon. De jongeren zonder licht willen niets voor camera zeggen, de jongeren met licht wel. En zij zijn blij dat ze de dans omspringen. Het waren te veel zeker. €27,50, dat is veel geld in ieder geval. Ja, dat is zeker waar. Kan je beter gewoon je licht aan hebben. Het helpt mij wel, want dan als ik bijvoorbeeld weer een keertje vergeet, dan zie ik dit en dan denk ik van, oh ja, ik moet mijn licht aan doen. Mijn moeder hamert er altijd op. Je moet altijd je licht aan. En een geluk bij een ongeluk? De jongeren krijgen bij hun boete van €27,50... gratis lampjes. Dan balen ze. Ja, dat is even de spaarpot omkeren. Maar ze krijgen wel van ons, iedereen die hier weggaat, een keurig lampje voor en achter op zijn fiets gemonteerd. Dus het komende seizoen hopen we dat hij gewoon met licht rijdt.